De Woudrichemse Renze Bergsma, die namens het CDA gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant is, heeft aan het einde van de statenvergadering op 8 november per direct zijn ontslag ingediend. Ook zijn CDA-collega Marianne van der Sloot treedt per direct af. Ik vind het enorm teleurstellend dat we er met z'n allen niet uit zijn gekomen. Gelet op de huidige positie van mijn fractie is er voor mij een onwerkbare situatie ontstaan. Ik kan niets anders dan de conclusie trekken dat ik mijn functie niet meer op een geloofwaardige manier kan uitoefenen. Daarom bied ik Provinciale Staten per direct mijn ontslag aan. De oud-wethouder van de voormalige gemeente Woudrichem was lid van de Provinciale Staten en sinds juni dit jaar gedeputeerde met in zijn portefeuille veiligheid, bestuur en organisatie. Zijn wethouderstaak in Woudrichem heeft hij vervuld van 2008 tot en met 2018. In de periode 2012 tot en met 2016 was Bergsma bestuurslid van het CDA Brabant. Renze Bergsma geeft de volgende verklaring af. Op de laatste dag van de onderhandelingen van deze coalitie zette de Raad van State een streep door de pas. Niemand kon overzien welke impact dat zou hebben voor Nederland en misschien wel in het bijzonder voor Brabant. Nu amper een half jaar later moet ik constateren dat het deze coalitie niet gelukt is om dit dossier het hoofd te bieden en een eerste zo belangrijke stap voorwaarts te zetten. Gelet op de huidige positie van de fractie is voor Bergsma een onwerkbare situatie ontstaan. Hij moet concluderen dat hij zijn functie niet meer op een geloofwaardige manier kan uitoefenen. We hebben keihard gewerkt. We waren ontzettend collegiaal. Daar ben ik jullie echt enorm dankbaar voor. En natuurlijk dank ik ook de mensen in deze geweldige professionele en loyale organisatie die vol overtuiging voor Brabant werken. Het was me een eer en ik wens u allen heel veel wijsheid toe. Dank u wel. CDA Altena betreurt de ontwikkelingen in Den Bosch. Aftreden van beide CDA-gedeputeerden vindt de partij zeer spijtig. Bovendien gaat dit de agrarische sector ook niet veel verder helpen. En voor Altena is het een verlies.